Tijdens onze praktijktrainingen gaan wij uitleg geven over de Arbo-wet. In deze video wil ik er een klein stukje op ingaan. In Nederland hebben we te maken met de arbeidsomstandighedenwet. Die is er voor zowel de werkgever als de werknemer. Je bent ook beide verantwoordelijk om je te houden aan de regels. De Arbo-wet is verdeeld in 3 hoofdlijnen. Veiligheid, gezondheid en welzijn. Veiligheid, gezondheid en welzijn brengt rechten en plichten met zich mee voor zowel de werkgever als de werknemer. Ik noem nu een aantal voorbeelden voor de werkgever. Het ter beschikking stellen van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Werknemers voldoende voorlichten en onderrichten. Ook is het voor een werkgever verplicht om een RINE op te stellen voor zijn bedrijf. RINE staat voor risico, inventarisatie, evaluatie. Enkele voorbeelden voor de werknemer. Het werk zo uitvoeren dat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt. Het juist gebruiken van de persoonlijke beschermingsmiddelen en gevaarlijke situaties direct melden bij je leidinggevende. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. Voorbeelden van taken van de Nederlandse Arbeidsinspectie: informeren, controleren, inspecteren, ongevalsonderzoek doen en eventueel boete uitschrijven bij overtreding van de voorschriften. Veilig werken betekent het bewust nemen van een aanvaardbaar risico.